jezelf afspreken van, ik geef mezelf zoveel jaar en dan stop ik ermee? Dan geef ik op. Dan geef je niet op. Dan ga je wat anders doen. Dan kun je dit toch ook nog, snap je? Ik denk wel, het is belangrijk om, ook omdat ik jou in dit gesprek een beetje heb leren kennen als iemand die graag overal controle op heeft. Mm-hmm. En dan heb je controle. Want dan spreek je met jezelf af, oké, ik doe dit zoveel jaar. En dan hou jij controle. Op het moment dat jij er zelf mee stopt. En nu laat je het aan anderen over. Festival Cement is echt een festival waar kansen moet bieden aan jonge makers. Wees altijd vriendelijk en zorg ervoor dat je goed contact maakt met het publiek. En dus die open uitstraling dat je die dus hebt. Omdat je namelijk het gezicht van het festival bent samen met alle andere medewerkers. Ja, ik lus wel een koffie. Ja. Ik ga dat regelen. Ja, dat is wel lekker. Kopje koffie? Ja. Koffie verkeerd koffie? Kun je het hier zetten? Hé, hartstikke idee. Alsjeblieft. Grenzen. Ja, klasse, dat je. Ik moet eerst nog dynamiek zeggen. Ja. Dynamiek. Nog een keer. Ritme, beweging, karakter. Dynamiek. Een dynamiek. Jij moet het nou niet eens belachelijk maken dat er maar iedereen bij is. Vind je het raar om hun zo bezig te zien? Bij jouw laatste kans. Ik vind het niet raar. Nee, het is wel herkenbaar, ja. Het is juist super belangrijk om van tevoren met elkaar die concentratie te vinden, want straks moeten ze het echt samen doen. Ja, een beetje echt naar elkaar op zoek en dat zoeken, dat zie je nu. Laten we nou samen. Komt u waar? Systeem waar mensen of al met een dagpas of een weekpas bij de deur komen, die hebben ze al meer aangekocht. Ja. Zie je die kaarten even afscheuren voor de restjes wel bij mij willen liggen? Ja, en ook voor deze. Ook voor deze, ja. Gaat wel lukken, hè? Ja. Hallo.
Zo. Generatie heeft over het algemeen ouders die erg enthousiast zijn. Erg enthousiast en waardering uitspreken. Dat is ook het nest waarin je bent opgegroeid. Hè? Dat je inderdaad gewoon je dingen mag uitzoeken en dingen. Ja, gewoon heel veel waardering en zo. Dat is ook het veilige nest, het bad waarin je hebt gezeten. Waarin je natuurlijk ook heel veel kunt ontdekken. Op het moment dat je dan echt voor jezelf moet vechten, dat het echt op je eigen kracht aankomt en dat er helemaal geen andere externe bronnen zijn die zeggen je doet het goed, dan word je helemaal op jezelf geworpen. Mm-hmm. Dat ben je niet gewend. Nee. Nee, ja. Nee, dat klopt. Want dan komt het echt op zelfvertrouwen aan. Ja. En dus je hebt een paar keer iets heel engs gedaan en heb je ook nog eens een afwijzing gekregen. Ja. Ja. Ja, precies. En ja, mijn angst is dan wel dat je daar te lang mee doorgaat of zo. Dat ik op een gegeven moment zo iemand word waar ik eigenlijk een hekel aan heb. Namelijk, ja, iemand die maar blijft proberen. Ja, dat vind ik gewoon te sneu om aan te zien. Dames en heren, ik denk dat de deur zo open gaat. We gaan kijken naar een voorstelling van Lenne van Maas. Wil iedereen alvast checken of de mobiele telefoon aanstaat? Je weet het nooit. Fijne voorstelling. Fijne voorstelling. Ja, ook. Nog eens veel plezier. Heel goed. Hi. Hallo. Yes. Ja, veel plezier. Alsjeblieft. Fijne voorstelling.
Zelfs Viagra weet ik daar. Ja, stel je voor dat we liefde